Welkom allemaal. Ik ga iets vertellen over kosmologische simulaties. Kosmologisch, dat betekent het hele heelal. Dus niet een zonnestelsel of een sterrenstelsel, maar het hele heelal. Maar dat zal ik even kwalificeren een beetje later, want het hele heelal gaat net niet, maar wel een heel groot stuk van het heelal. En simulaties, dat betekent dat we computermodellen maken. En hier is een plaatje, niet van iets wat uit de simulatie komt, maar een echt plaatje met sterrenstelsels die je kunt zien en een van de computers die wij gebruikt hebben. Even hier. Maar voordat ik over de simulaties ga praten, wil ik wel een paar dingen zeggen over het heelal in het algemeen. En over ook jullie wat echte plaatjes laten zien, zodat jullie weten wat we proberen te modelleren. Maar als we het over kosmologie hebben, dan denk ik dat je er altijd moet beginnen met de afstanden. Het belangrijk is dat we een idee hebben van de schalen waar we het over hebben, want die zijn astronomisch groot. En de manier waarop ik dat doe, is ik probeer het op te bouwen met iets wat we een beetje beter kunnen aanvoelen. En dan doen we stapje voor stapje naar de grote schalen. En in de kosmologie, in de sterrenkunde in het algemeen, meten we afstanden naar verre objecten. We meten het in de tijd die het licht erover doet om er te komen. Dus dan moeten we beginnen met de lichtsnelheid. De lichtsnelheid is 300.000 km per seconde. Dus 1 seconde, 300.000 kilometer. Maar wat is dat? Dat is een beetje te veel om voor te stellen. Dat is 7,5 rondjes om de aarde in 1 seconde. De zon, waar staat die dan? Nou, die staat op 8 lichtminuten. Dus 8 lichtminuten keer 60 seconden keer 7,5 rondje om de aarde. Dus dat betekent ook dat als we naar de zon kijken, dan zien we de zon zoals die er 8 minuten geleden uitzag. Dus als de zon ontploft, dan komen we er over 8 minuten achter. De dichtstbijzijnde ster, Proxima Centauri. Dan hebben we het al over lichtjaren. Ongeveer 4 lichtjaren. Dus 4 keer 365 keer 24 keer 60 keer 60 keer 7,5 rondje om de aarde. En dus even, ook even aangaan, als je dat even in de context wilt plaatsen. Als we nou onze zon nemen, dat is een gewone ster. En we die maken die zo klein als een grapefruit. En dan pakken we de dichtstbijzijnde gewone ster Proxima Centauri. Daar maken we ook een grapefruit van. De afstand dan in vergelijking daartussen is als die ene grapefruit hier zou zijn en die andere grapefruit in Japan. Dus de afstand tussen sterren is heel groot vergeleken bij de grootte van een ster. Onze zon is een gewone ster tussen tientallen miljarden andere sterren in ons melkwegstelsel. En ons melkwegstelsel, hoe groot is dat dan? Nou, ongeveer 30.000 lichtjaar. Ligt er een beetje aan waar je zegt dat het begint en eindigt. Maar dat is de soort van grootte waaraan u moet denken. Dus dat betekent ook dat als ergens anders in ons sterrenstelsel al wat, nou, er zijn tientallen miljarden sterren, dus waarschijnlijk zijn we niet alleen. Het zou gek zijn als van al die tientallen miljarden sterren en al die planeten er niks met intelligent leven was. Maar stel dat er intelligent leven is, maar het is aan de andere kant van ons sterrenstelsel. En ze hebben veel betere telescopen dan wij hebben. Als ze kijken naar de aarde, dan zien ze hier hoe het er hier 30.000 jaar geleden uitzag. Dus van technologie zal nog geen spoor zijn. Maar de Melkweg is ook maar één gewoon sterrenstelsel. Er zijn honderden miljarden sterrenstelsels die we kunnen zien. En het dichtstbijzijnde sterrenstelsel wat een beetje even groot is als die van ons, dat is het Andromeda-stelsel. En dat is op ongeveer 2 miljoen lichtjaar. Het is allemaal nog heel erg dichtbij. Hoe ver kunnen we dan kijken? Nou, we kunnen zo ver kijken als dat het licht nodig had om naar ons te komen in de hele leeftijd van het heelal. Dus dat noemen we onze kosmologische horizon. Het heelal denken we dat na de Big Bang ongeveer 14 miljard jaar geleefd heeft. Dus we kunnen ongeveer 14 miljard lichtjaar ver kijken. Verder lukt niet. Een paar foto's van sterrenstelsels. Dit is het Sombrero sterrenstelsel, een van mijn favorieten. Het hele Sombrero sterrenstelsel omdat het al lijkt op zo'n Sombrero Mexicaanse hoed. En je kan hier zien een grote schijf waar heel veel jonge sterren zijn. En er is ook een soort bolvormige lichthoop. En dat zijn allemaal individuele sterren die je niet kan oplossen met je telescoop. Dus het lijkt één grote gloed. Al die puntjes die u wel kan onderscheiden, dat zijn of sterren in ons eigen sterrenstelsel, waar we natuurlijk doorheen kijken als we naar een ander sterrenstelsel kijken, of het zijn hele sterrenstelsels. Dit is een ster. Dat kunt u zien doordat het komt door de imperfectie van de telescoop. En dit soort dingetjes die er niet hebben, dat zijn allemaal sterrenstelsels, die nog veel verder weg staan over het algemeen. Dus dit is wat we noemen een spiraalstelsel. Je kunt de spiralen niet goed zien omdat we nou precies die schijf op zijn kop kijken. Of er tegen de rand aan kijken. Maar dit is een elliptisch stelsel. Deze staat 60 miljoen lichtjaar weg. En die heeft dus niet zo'n schijf. In ieder geval een heel, heel klein schijfje dat we niet goed kunnen zien. En er zijn wat andere sterrenstelsels eromheen.
Dus deze lijkt niet zo op die van ons. Die vorige lijkt meer. Ons melkwegstelsel kunnen we niet zo'n heel mooi fotootje van maken, omdat we in die schijf zitten. Dus we kunnen niet uitreizen en dan van bovenop een foto maken. Ja, kan wel, maar dat duurt erg lang. Want dan hebben we het dus over 100.000 lichtjaren ver wegreizen. Ik denk dat de meesten van jullie wel eens de melkweg hebben gezien. Wie heeft er de melkweg wel eens gezien? Ja, bijna iedereen. In Nederland is het... In de tropen, ja. In Nederland is het tegenwoordig erg moeilijk om het te zien. Ik heb het zelf het beste gezien als ik naar de bergen ga. Dan, wat je dan ziet is dit soort, zo'n soort weg van melk, een witachtige weg. En wat dat dan is, dat is die schijf van sterren. Maar we kijken erop, nou, in het vlak doorheen, dus het lijkt op een lijn. En al die donkere plekken, dat is niet dat daar minder sterren zijn. Dat is een hele hoop stof. En dat stof verstrooit het licht van de sterren die daarachter staan. En juist waar er zoveel stof is, dat zijn eigenlijk geboorteplekken van jonge sterren. Maar dat stof dat absorbeert het licht. Als je nou, hier is een nog mooiere foto, maar dit is wat gedaan is. Hier is de fotostel een tijdje aan laten staan op het statief. Dat ziet er nog mooier uit in de bergen. Dus dat is onze melkweg. We kunnen wel reconstrueren hoe die er ongeveer uitziet. Schematisch, door waarnemingen te doen. En hier is een schematisch fotootje van onze melkweg. Dus het is gewoon een eenvoudig spiraalstelsel met een bolvormige opeenhoping van sterren in het midden. Dat zijn de wat oudere sterren. Hieromheen zijn er wat jongere sterren. En wij wonen hier in de buitenwijk. Op ongeveer, 25.000-30.000 lichtjaar van het centrum. Ja, het duurt erg lang voordat we een rondje maken. We gaan met zo'n 220 km per seconde de bocht om. Dus een enorme snelheid dat we hebben. Maar toch duurt het nog heel erg lang voor een rondje maken. Zo'n 100 miljoen jaar. Dus toen de dinosaurussen hier nog leefden, 65 miljoen jaar geleden, hadden we nog niet eens, hadden we nog in hetzelfde rondje eigenlijk. Dus dat is een oogwenk in kosmologische tijdschalen. Hier is een foto van het Andromeda sterrenstelsel. Voor degenen onder jullie die een telescoopje hebben. Als je zelf een klein beetje telescoopje hebt, dan kun je dat Andromeda stelsel wel eens zien. Als je op de juiste plek op aarde bent. En dat lijkt eigenlijk wel op die van ons. Het is onze naaste buur. Het is iets meer massief, maar niet heel veel meer massief. Het is een iets grotere bol in het midden. En het staat op ongeveer 2 miljoen lichtjaar. En het komt op ons af met meer dan 100 km per seconde. In de toekomst, over een aantal miljard jaar, dan gaan we botsen met Andromeda. En dan worden we één groot sterrenstelsel, waarschijnlijk zo'n elliptisch stelsel. U hoeft niet bang te zijn voor onze zon. Want omdat die sterren zo ver uit elkaar staan, weet u nog, een grapefruit hier en een grapefruit in Japan. Betekent dat als twee sterrenstelsels botsen, dat de sterren nog niet botsen. Er is bijna geen kans op. De sterren worden wel uit hun baan geslingerd door de zwaartekracht. Dus misschien komen we ergens nog verder van het centrum af. Wie weet. Sterrenstelsels staan niet altijd alleen. Vaak zien we ze in groepjes samen. Hier is een voorbeeld van twee sterrenstelsels die bezig zijn elkaar op te eten. Dus galactisch kannibalisme noemen we dat. En dat is een erg belangrijke stap in de evolutie van sterrenstelsels. Dat gebeurt heel regelmatig. Wat u hier kan zien, dit is een foto van de Hubble Space Telescope overigens, is dat die spiraalarm aan deze kant, die staat een stuk verder weg. En dat komt door de getijdenkrachten. Dit stelsel trekt harder aan dit stukje van het stelsel dan aan dat stukje, omdat dit dichterbij staat. Dus dat wordt uit elkaar getrokken door de getijdenkrachten. En die getijdenkrachten worden sterker naarmate de sterrenstelsels dichterbij komen, totdat ze elkaar helemaal kapot trekken. En deze is wat zwaarder, dus dat zal het slachtoffer zijn. En ons sterrenstelsel heeft ook al vele duizenden sterrenstelseltjes opgegeten. En in de toekomst worden wij opgegeten door Andromeda. Soms zijn sterrenstelsels ook niet alleen in paren of alleen. Veel zijn er ook in groepen. Dat is de meest voorkomende samenstelling van de sterrenstelsels. Dat ze in groepen zijn van een aantal. Wij wonen ook in zo'n grote groep, Andromeda en wij. En we hebben allebei wat satellietstelseltjes. Die twee groepjes die zijn aan het samensmelten met de één grote groep. Dit is de Higgson Compact Groep 87, staat op 400 miljoen lichtjaar. En hier kunt u weer een mooie schijf zien die op zijn kant staat, met een stofband er doorheen. Deze heeft veel minder stof, een beetje elliptisch stelsel. Hier is een schijfstelsel wat we bijna van bovenop kijken. En nog eentje. Er zijn ook sterrenstelsels die wonen niet in groepen. Maar er zijn er ook best behoorlijk, wel meer dan 10% van de sterrenstelsels die wonen in nog grotere concentraties, noemen we clusters van sterrenstelsels. Hier is daar een voorbeeld van. Dus elk vlekje hier is eigenlijk een sterrenstelsel. Dit zijn weer sterren met die kruisjes in ons eigen melkwegstelsel waar we doorheen moeten kijken.
Deze cluster staat op 2 miljard lichtjaar afstand. En dit hele plaatje is ongeveer 2 miljoen lichtjaar groot. Een hele hoop van die stelsels en clusters die ze hebben vrij weinig gas. Die zijn een beetje gelig, want dat is de kleur van wat oudere sterren. En die hebben vaak veel... Ja, ik zit hier met twee microfoons tegelijk, dus het is wel even... Ja, ik heb ze... Oké, dus dat zijn enorme concentraties van massa, die clusters van sterrenstelsels. Als we nou nog grotere schaal kijken, wat we kunnen doen is, we kunnen van een hele hoop sterrenstelsels de afstand meten. En we kunnen kijken waar we ze aan de hemel zien. Dan kunnen we dus een driedimensionale kaart maken. En hier is daar een voorbeeld van. Wij zijn hier. En hier is niks omdat we daar niet gekeken hebben. En hier is een projectie van wat we dan zien. Elk puntje hier is een sterrenstelsel. En de kleur geeft aan wat de lokale concentratie van sterrenstelsels is. Dus wat je nu kan zien is dat die grote schaalstructuur van sterrenstelsels, dat is een soort kosmisch web, wat we noemen. We zien legere plekjes, net als een soort als een sponsachtige structuur, wat er lege plekjes zijn. En dan zijn er tussendoor zijn er allemaal van die filamenterige structuren. En dat is de verdeling van de sterrenstelsels op hele grote schaal. We hebben het over een paar miljard lichtjaar. Dus dat is wat we willen begrijpen. Waar komt al die structuur vandaan? En waar komen die sterrenstelsels vandaan? Nou, ik zal nog een foto laten zien om te laten zien dat sterren niet alles is wat interessant is. Hier is een foto op de oude stijl, een negatief. Dus zwart is hier licht en wit is donker. En dit is de MSJ-81 groep, die staat op ongeveer 11 miljoen lichtjaar. Dat is een groot spiraalstelsel en nog een klein stelseltje en nog wat kleintjes. En het lijkt er alsof, ja, ze staan wel bij elkaar in de buurt, maar erg veel hebben ze nou ook weer niet met elkaar te maken. Maar nou blijkt, als je niet naar het sterlicht kijkt, maar met een ander soort licht, bijvoorbeeld radio, radiogolven is ook een vorm van licht. Als we daar nou naar kijken met een radiotelescoop, naar dezezelfde groep, en we kijken op 21 centimeter, de golflengte is 21 centimeter, dat is de golflengte waar waterstof veel licht op uitzendt. Als je dat doet, dan zie je iets heel anders. Dan zie je dat het waterstofgas, het gas tussen de sterrenstelsels, daarmee zijn die sterrenstelsels aan elkaar vast verbonden. Dus je kunt duidelijk zien dat ze één grote structuur vormen. En als we nog ijler gas zouden kunnen zien, zou dat nog sterker zijn. Een ander voorbeeld, als we nou inzoomen op dit stelsel, en we kijken dan in rood naar één bepaalde golflengte, dus een golflengte dat waterstof weer uitzendt op het moment dat het een lawaai heeft gekregen, door bijvoorbeeld een schokgolf, dan zie je dat hier zie je het gewone sterlicht, maar het gas, dat rood is emissie van gas, dat staat juist buiten die sterrenstelsels. Het lijkt wel dat het uit het centrum komt en in een soort kegelvormige winter uitgeblazen wordt. En dat is ook wat we denken dat er aan de hand is. Er zijn een hele hoop jonge sterren hier vormen. Jonge sterren die ontploffen vaak op het eind van het leven, supernova-explosies. En die energie die wil het gas wegduwen, wat tussen de sterren zit. Blaast het eruit. En dat is wat we hier zien. Dus erg belangrijk voor sterrenkundigen om niet alleen te kijken naar het sterrenlicht, maar ook het gas eromheen. En daarvoor heb je vaak andere telescopen nodig. Röntgen, radio, infrarood. Hier is een ander voorbeeld. Hier is zo'n mooi spiraalstelsel. Deze staat heel ver weg. Bijna een miljard lichtjaar. En als je nou kijkt in de radio, niet op 21 centimeter, maar op een kortere golflengte, dan zie je dit. Dat zie je helemaal niet in het sterrenlicht. En dit staat, dit is wel 1,5 miljoen lichtjaar, dit hele stuk. En het heeft duidelijk iets met dat sterrenstelsel te maken. Het is niet op een willekeurige plek. Dus wat we denken dat er hier aan de hand is, hier zit in dat sterrenstelsel, en dat is trouwens waar voor bijna alle sterrenstelsels, er zit een enorm zwart gat in het midden. Een concentratie van massa die zo sterk is, dat zelfs licht niet kan ontsnappen. Maar het gas wat in dat zwarte gat valt, dat vormt een soort spiraalstructuur eromheen, en dat gaat sneller en sneller ronddraaien, tot het bijna de lichtsnelheid heeft bereikt. En dan krijg je een soort wrijving tussen het gas wat iets sneller gaat en wat minder snel gaat. Wordt het gas heel heet en zet het een enorme energie uit, net voordat het zwarte gat in verdwijnt. En dus wat er dan gebeurt is, het zendt een soort straal van elektronen die bijna met de lichtsnelheid gaan, die kant en die kant op. En op een gegeven moment raken ze door een energie heen en dan gaan ze hier stralen. Dus dat is wat we zien. Dus
Dit zijn soort feedbackprocessen, terugkoppelingen van de stervorming naar het gas eromheen. Dat sterrenstelsel als ze vormen, dan blazen ze gas eruit. De geschiedenis van het heelal in een notendop. Dat we een beetje weten ook wat we met die kosmologische simulaties proberen te doen. Dit is wat we denken schematisch dat er is gebeurd. En de volgende, deze slide en de volgende twee gaan een beetje over kosmologie in het algemeen. Als u naar de lezing gaat in deze serie van professor Hoekstra, zult u daar nog veel meer over horen. Dus we denken dat we begonnen zijn met een soort Big Bang. Dus toen het heelal heel klein was. Toen is het heel snel geëxpandeerd. In het begin echt supersnel. Een periode van inflatie die we noemen. En ongeveer 300.000 jaar na de Big Bang, daar hebben we een foto van. In de vorm van de kosmische achtergrondstraling. En dat is hier uitgebeeld. En de kleurcodering geeft hier aan waar er wat meer straling is en waar wat minder straling. Dus dat is onze eerste foto van het heelal. Een babyfoto. 300.000 jaar na de Big Bang. En die fotonen, die lichtdeeltjes, die zijn vanaf die tijd alleen maar naar ons toegegaan. Totdat ze ons bereiken. En voor degene onder u die wel eens van die oude televisies toch kan herinneren, met al dat sneeuw wat je erop had. Ongeveer 1% van die sneeuw, dat waren lichtdeeltjes die 14 miljard jaar onderweg zijn geweest. Van de Big Bang naar ons. Dus dat is onze eerste foto. En toen was het heelal heel erg uniform. Deze kleurschaal is heel erg overdreven. Want de temperatuurverschillen van één plek naar een andere plek aan het heelal toen waren maar 1 op de 100.000. Dus het was bijna overal hetzelfde. Maar het was niet precies hetzelfde. Dus wat we toen denken is dat die kleine fluctuaties, plekken waar er een beetje meer en minder materie was, dat de zwaartekracht dat versterkt heeft. Als je ergens een klein beetje meer materie hebt, dan is de zwaartekracht daar ietsje sterker. Als de zwaartekracht daar iets sterker is, krijg je daar nog meer materie. Wordt de zwaartekracht daar nog sterker. Dus de zwaartekracht is een soort instabiliteit die ervoor zorgt dat fluctuaties in de dichtheid vergroot worden. Die fluctuaties die denken dat die helemaal steeds vergroot worden en vergroot totdat er van die sterrenstelsels uitgevormd waren. En groepen van sterrenstelsels en clusters van sterrenstelsels. En die expansie naar die hele snelle beginfase is die wat langzamer gegaan. En helemaal op het laatst, nou ja, op het laatst, al een aantal miljarden jaren geleden, is het weer wat aan het versnellen. En in het begin waren er dus nog geen sterren, denken we. Alleen maar een soort oersoep van gas. En donkere materie, waar ik het nog even over zal hebben. Toen werd die oersoep te ijl om licht uit te zenden. Dus werd het donker in het heelal. Maar toen na een tijdje van donkerte in het heelal, toen waren die dichtheidsfluctuaties voldoende gegroeid om de eerste sterren te vormen. En toen werd het weer licht in het heelal. Dat is wat we hier zien. En toen waren er nog alleen maar hele kleine sterrenstelsels. En die werden toen steeds groter. En dat kunnen we bestuderen, omdat als we verder wegkijken, kijken we ook verder terug in de tijd. Dus op die manier kunnen we daarachter komen. Maar waar bestaat het heelal uit? Als we het hebben over de energie die in het heelal zit, dan is het meeste iets wat we noemen vacuümenergie, en dat begrijpen we niet goed. Dat zorgt voor die versnelde expansie van het heelal. Daar ga ik het niet over hebben, maar professor Hoekstra zal daar verder over spreken. Ongeveer een kwart tot een derde van de materie in het heelal is wat we noemen donkere materie. Dat noemen we donkere materie omdat we niet kunnen zien. We kunnen het effect ervan zien, omdat het zwaartekracht heeft. Maar wat we denken is dat het de elektromagnetische wisselwerking maar heel zwak heeft, waardoor het geen licht uitzendt. Of maar zo weinig dat we het niet kunnen zien. Dus we kunnen alleen het effect ervan zien, omdat we weten, als er ergens veel zwaartekracht is, dan zal er veel donkere materie zijn. Tenzij onze theorie van de zwaartekracht verkeerd is. En dan is er maar een paar procent van de materie in te halen, dat is de gewone materie. De materie waaruit u en ik bestaan. Protonen, neutronen, elektronen. Dus dat is de uitzondering eigenlijk. En als we nou kijken naar die gewone materie, waar die dan is. Een heel klein beetje is er in sterren. Bijna alles zit in de ruimte tussen de sterrenstelsels. Dat is heel ijl gas, maar er is zoveel volume van dat het uiteindelijk de massa domineert. Intergalactisch gas, wat nog niet in een sterrenstelsel is gevallen. En waaruit bestaat die gewone materie dan? 3/4 is waterstof, het simpelste element. 1 proton en 1 elektron. 1/4 is het iets ingewikkeldere element helium. 2 protonen. En de rest, dat is alles wat zwaarder is dan helium. Nou, dat is heel anders dan op aarde. Op aarde hebben we heel veel silicium, ijzeren kern. De atmosfeer is voornamelijk stikstof, zuurstof, koolstof. Waterstof komt ook veel voor, helium bijna niet. Daarom heet het ook helium, het is ontdekt op de zon.
Dus waar komt al de rest dan vandaan? Want deze waterstof en helium, die waren gemaakt in de Big Bang. Alle andere elementen, dus alle elementen waaruit wij bestaan, de koolstof en de zuurstof en de elementen, die zijn gevormd in sterren, in het binnenste van sterren. Want dat zijn enorme kernreactoren die waterstof samensmelten tot helium, helium tot koolstof, etc. En hoe komen die dan hier terecht, die elementen? Waarom bestaan wij uit koolstof? We zitten toch niet in het binnenste van een ster? Nou, dat zaten we in het verleden dus wel. We hebben ooit in het binnenste van een ster gezeten, niet de zon, een andere ster. Die is al aan het eind van zijn leven gekomen, geëxplodeerd. Heeft alles weer gerecycled waaruit die bestond. Waarschijnlijk is het een sterrenstelsel uitgeblazen, zoals die grote winden die ik eerst liet zien, dat rode kegeltje. Toen weer teruggevallen en ons zonnestelsel gevormd. Ons zonnestelsel is een beetje halverwege de leeftijd van het heelal gevormd. Dus er was meer dan genoeg tijd daarvoor. Oké, nou voordat ik wat plaatjes laat zien van simulaties, ga ik een beetje een ingewikkeld stukje doen. Nou. Dus nou gaan we eventjes niet alleen naar plaatjes kijken. Hier is een schematisch slide van de vorming van structuren in het heelal. Dus waar we denken dat we mee begonnen is die donkere materie, gas. Nou, sterren bestaan ook uit gas, maar als sterrenkundigen het hebben over gas, dan bedoelen ze meestal het gas wat niet in sterren zit. En de kleine fluctuaties die we zien in die kosmische achtergrondstraling. De zwaartekracht, die wil die fluctuatie sterker maken. En daaruit krijg je dat kosmische web van donkere materie en gas. Wat de zwaartekracht tegenwerkt, is die expansie van het heelal. Je kunt je dat voorstellen als er een bepaalde concentratie van materie probeert in te storten door de zwaartekracht. Maar tegelijkertijd expandeert het heelal erachter. Dan wordt het weer uit elkaar getrokken en vlak getrokken. Net als dat je, stel dat je de aarde met een factor 10 zou vergroten. Dan zouden de bergen die zouden ook plat getrokken worden. Dus het is een beetje een competitie tussen de zwaartekracht en de expansie van het heelal. Als we dan eenmaal dat kosmisch web van donkere materie en warm gas hebben, dan wil de zwaartekracht dat verder samendrukken. Wat er gebeurt is, je hebt van die filamenten van donkere materie. En waar twee filamenten elkaar snijden, daar is wat meer materie. Dus daar is de zwaartekracht sterker. Dus die filamenten lopen een beetje leeg in de snijpunten. En op die snijpunten daar komen dan grote bolvormige hopen van donkere materie en gas. Halo's noemen we dat. En het gas daar is heel heet. Want wat er gebeurt er met het gas? Dat valt met honderden kilometer per seconde van de ene kant. En honderden kilometer per seconde van de andere kant. En dan krijg je een enorme botsing. En al die bewegingsenergie die wordt omgezet in thermische energie. Dus krijg je heel heet gas. Het gas is zo heet dat we het kunnen zien in röntgenstraling. We hebben het over tientallen miljoenen graden. En dat is niet een juiste omstandigheid voor een sterrenstelsel. Dus wat moet er dan gebeuren? Dat sterrenstelsel dat moet nog veel hogere concentratie van gas hebben om sterren te kunnen vormen. Maar als het gas zo heet is, kun je het niet goed samendrukken. Dan is de druk heel hoog. Dus wat gebeurt er? Al die atomen in dat gas die botsen tegen elkaar aan. En elke keer als ze tegen elkaar aan botsen, dan zenden ze licht uit, fotonen. En dat licht dat straalt gewoon, dat ontsnapt. Dat kunnen we waarnemen met onze telescopen. En dat uitstralen van licht, dat is een vorm van energieverlies. Dus op die manier verliest het gas energie en daardoor koelt het af en kan het verder instorten. En die instorting leidt uiteindelijk tot de vorming van schijven van gas, stof en daaruit vormen weer de sterren. Ja, dus de zwaartekracht wil dat samendrukken tot van die schijven. En wat dat tegenwerkt, die samendrukking, is de gasdruk. Maar ook de centrifugaalkracht. Dat is de middelpuntvliegende kracht. Dezelfde kracht die u voelt in de auto als u een scherpe bocht maakt. Die u naar buiten duwt. Op het moment dat dat sterrenstelsel begint te draaien. Is die centrifugaalkracht wordt sterker. En dat is ook de reden waarom het een schijf wordt. Daar kan ik tijd het nog wat meer over hebben. En alles, deze halo van donkere materie en heet gas. En die schijf erin in het midden. Dat doen we samen een sterrenstelsel. Dus wat denken we te begrijpen van de vorming van sterrenstelsels, is dat die webvormige grote schaalstructuur, die komt door de zwaartekracht uit die oerfluctuaties die we kunnen waarnemen 300.000 jaar na de Big Bang. De zwaartekracht die zorgt dat er gas binnen de sterrenstelsels valt en dat gas is brandstof voor stervorming. Dus daar worden sterren van gevormd. Dan heb je die grote intergalactische schokgolven, die winden, die gedreven worden door sterren en misschien ook die zwarte gaten, het gas rondom de zwarte gaten. En die blazen het gas weer het sterrenstelsel uit. En later kan het weer terugvallen.
En die stromen van gas die eruit geblazen worden, die zijn zo sterk dat ze ook het gas buiten het sterrenstelsel tegenhouden. Het heeft moeite om daar binnen te vallen. Dus dit is wat we denken te weten. Maar er zijn een hele hoop dingen die we helemaal niet begrijpen. Dus hier zijn een aantal voorbeelden van vragen die we op dit moment aan het bestuderen zijn. Die verdeling van sterrenstelsels die ik al liet zien, dat kosmische sponsachtige web, dat vertelt ons iets over wat er allemaal in het heelal is. Donkere materie, donkere energie, ook de zwaartekracht zelf. Dus daar proberen we wat over te leren en daar zal professor Hoekstra meer over spreken. We willen ook weten hoe die sterrenstelsels nou weten hoe zwaar ze moeten worden. Waarom gebruiken ze niet al een gas of bijna helemaal niks van een gas? Op een of andere manier reguleren ze hun groei en dat komt door die terugkoppeling van die gasstromen. Die er weer uitgeblazen worden. En dat proberen we te begrijpen. We willen ook weten hoe dat gas precies in die sterrenstelsels komt. Er zijn bijvoorbeeld twee mogelijkheden. Het kan naar binnen vallen en dan op elkaar knallen heel heet worden. Zoals ik eerder zei. En dan langzaam wegstralen en inzakken. Maar het kan ook dat het al licht uitstraalt terwijl het invalt. Zodat het nooit echt heet wordt. En bijna koud naar het centrum valt. Die gasstromen die sterrenstelsels uitvliegen, worden die veroorzaakt door supernova of door zwarte gaten? Hoeveel van het gas valt terug? En als we de eigenschappen van sterrenstelsels in kaart brengen, dan zien we dat ze afhangen van een omgeving en van een massa. Waarom is dat zo? En we hebben gezien, er zijn schijven en bollen. Waar komen die bolvormige delen vandaan? Die schijfvormige die komen door die middelpuntvliegende kracht, maar hoe wordt het dan een bol? En de zwarte gaten, wanneer zijn die gekomen en waar? Groeiden die voor of na de sterrenstelsels? Computersimulaties. Nou, die gebruiken we omdat het universum erg complex is. En niet alleen het universum, we gebruiken computersimulaties natuurlijk ook in andere aspecten van de natuurkunde, niet alleen de sterrenkunde. Als het te ingewikkeld wordt om met pen en papier alles te kunnen uitrekenen, dan hebben we een computersimulatie nodig. Je kan het ook in het laboratorium gaan testen. In de natuurkunde is dat erg belangrijk. Maar ja, het is moeilijk om een heelal te vormen in een laboratorium of een sterrenstelsel. Dus daar kunnen we niet echt een beroep op doen. Maar met een computersimulatie kunnen we een soort virtueel lab maken. Met dat soort simulaties kunnen we systematische experimenten uitvoeren. Wat je bijvoorbeeld kan doen is, je kan een stukje heelal simuleren. En dan bijvoorbeeld die galactische uitstroom een keer uitzetten. Of de zwaartekracht wat sterker maken. En kijken hoe verandert de uitkomst. En daaruit krijgen we inzicht in wat er aan de hand is. Als je een theorie hebt, dan kun je die testen. Bijvoorbeeld stel je theorie is, nou die bolvormige sterrenstelsels die komen door botsingen van schijfstelsels. Kunnen we kijken in de simulatie, is dat inderdaad het geval. Als we een hele precieze theorie hebben, dan kunnen we de parameters van die modellen meten. Nou, bijvoorbeeld voor de zwaartekracht. We kunnen bijvoorbeeld meten uit de structuur van het heelal hoeveel donkere materie er is. Door simulaties te draaien met verschillende hoeveelheden donkere materie en te kijken welke lijkt, of welke overeenkomt met de waarneming. En de simulaties die ik zal laten zien, die zijn zo goed tegenwoordig, wat we ook kunnen doen, is een telescoop erachter zetten, een virtuele telescoop. En net doen alsof we de simulatie waarnemen. En dat is handig, want dan kunnen we dan bijvoorbeeld de software van echte telescopen op testen. Of het ontwerp van nieuwe telescopen mij sturen. Dus een kosmologische simulatie is een computermodel van de ontwikkeling van een representatief stukje heelal. En het is niet precies ons heelal. Dus je kunt niet in de simulatie gaan zoeken waar is dan de Melkweg? Of waar is de aarde? Want we weten niet precies de begincondities van ons stukje heelal. We weten alleen over het algemeen. Dus het is representatief in de zin dat het dezelfde soort sterrenstelsels zijn. Dat is tenminste het doel. Dezelfde verdeling van massa en groottes, maar niet precies dezelfde op dezelfde plek. Het is een numeriek experiment. Het is een computermodel, dus we moeten discretiseren. Dus we hakken de structuur in stukjes. Nou, het heelal hakt het in stukjes door atomen en quarks en donkere materiedeeltjes. Maar die zijn te klein voor ons om allemaal te volgen. Dus wij gebruiken veel grotere deeltjes. Onze deeltjes zijn typisch ongeveer 1 miljoen keer zo zwaar als onze zon. En als we dat doen, dan kunnen we een representatief stukje heelal simuleren met ongeveer 10 miljard deeltjes. En dat kunnen we aan tegenwoordig met de computers. En dan hebben we die verdeling van deeltjes, berekenen we alle krachten die die deeltjes op elkaar uitoefenen. En dan maken we een stapje voorwaarts in de tijd. Als je de kracht weet, dan weet je welke richting het opgeduwd wordt, welke kant het beweegt. Dan ga je een stapje voor in de tijd, dan heb je een nieuwe verdeling van deeltjes, bereken je de kracht opnieuw uit. En dan maak je weer een nieuw stapje. En zo stap je alsmaar door tot de huidige tijd.
En als je dat doet, dan gebruik je de grootste simulaties, waaronder die ik zal laten zien. Die duren dan ongeveer een paar maanden op enkele van de grootste computers ter wereld. Dus dat duurt, als je dat op één computer zou doen, op je PC thuis, dan zou je ongeveer 10 miljoen uur moeten wachten. Maar het zou er niet in passen, want het is niet genoeg geheugen. We hebben ook petabytes aan data dat we genereren. Wat zit dan in zo'n simulatie? Nou, die begincondities die we zien in de kosmische achtergrond staan, die kleine fluctuaties. De expansie van het heelal, en dat wordt voornamelijk door donkere energie veroorzaakt. Dat stoppen we erin. We stoppen er de zwaartekracht in, die wordt gedomineerd door die donkere materie. We stoppen er gewone materie in, en dat is, daarvan is de gasdruk belangrijk. Dat is een kracht die we mee moeten nemen. Die gewone materie die moet licht kunnen uitzenden, zodat het de energie verliest en het kan afkoelen en condenseren in sterrenstelsels. En dan moeten we wat doen aan de dingen die we niet kunnen simuleren omdat we niet genoeg resolutie hebben. We hebben geen individuele atomen, maar toch willen we weten wat voor licht die atomen uitzenden. Dus daar gebruiken we weer modellen van het atoom voor die we er rechtstreeks instoppen. We kunnen niet individuele sterren volgen, maar we willen wel weten wanneer ze exploderen. Maar andere mensen doen weer computermodellen van sterren, individuele sterren. En de uitkomsten daarvan kunnen we rechtstreeks in deze simulatie stoppen. Oké, daar zijn we doorheen gekomen. Dan gaan we naar plaatjes. Hier is een voorbeeld van een kubusvormig stukje heelal wat we simuleren. De afstand hier is ongeveer 500 miljoen lichtjaar. Dus een sterrenstelsel is kleiner dan een pixel op deze kaart. En de kleurcodering hier geeft aan de dichtheid van de materie. Dus waar dat meer, wat rood is, daar is meer materie. En dan kunt u dit kosmisch web al zien. Op dit moment is het heelal ongeveer 7 keer kleiner dan het nu is. En dan ga ik vooruitstappen naar de huidige tijd, maar ik haal die expansie eruit. Dus de volgende kubus is precies even groot, maar in werkelijkheid is die 7 keer groter. Maar ja, dan wordt het een beetje groot voor het scherm. Dus die expansie haal ik uit. En als ik nou terug ga, dan kunt u zien dat de structuur ongeveer op dezelfde plek zit. Dus ze zijn wel 7 keer groter. Dus wat er gebeurt is dat die kleine fluctuaties, die zijn door de zwaartekracht uitgegroeid tot veel grotere fluctuaties. Deze verdeling van sterrenstelsels, die kunnen we dan vergelijken met de waarneming. Dat proberen we al heel lang. En tot een aantal jaar terug, nog maar heel recent, deden we dat maar met weinig succes. Die grote verdeling die ik net liet zien, die komt ongeveer overheen met de verdeling van sterrenstelsels. Maar als we dan naar de sterrenstelsel zelf kijken, die zagen er helemaal niet realistisch uit. Die waren te massief, te compact, dus te klein. Ze waren te vroeg geboren, de sterren daarin waren te vroeg geboren en ze waren bijna allemaal bolvormig. Terwijl het heelal vol met van die schijven zit. Nou, in de laatste jaren is er een doorbraak geweest. En dat is gedaan, dat is gekomen door voornamelijk die terugkoppeling van stervorming, die uitstromen veroorzaakt, die ik dit zie. En die kunnen we waarnemen, dus we weten dat die er moet zijn. En die was moeilijk te simuleren, omdat je niet genoeg resolutie hebt. Dus wat we gedaan hebben, we hebben hem gewoon een beetje met de hand ingestopt eigenlijk, op de kleinste schaal die we kunnen simuleren. We weten dat al die energie uit jonge sterren komt, dus die stoppen we erin. Dan krijg je vanzelf zo'n enorme ontploffing. En dat blijkt heel erg belangrijk te zijn. Het andere aspect dat heel belangrijk was, is de realisatie dat het gas rondom die zwarte gaten ook heel heet wordt en uitstraalt. En daardoor gas het sterrenstelsel uitblaast. Dus dat hebben we er ook in gestopt. Met die twee ingrediënten lijkt de simulaties in één keer heel erg op de werkelijkheid. Dit is ik zal een paar foto's laten zien van de Eagle simulatie. De simulatie die we hier, niet hier in Europa, op verschillende computers gedraaid, maar is geleid door ons in Leiden, door ons team. Dit is het kosmisch web wat u nu kunt zien. En wat ik hier laat zien is alleen de donkere materie. De materie die we niet kunnen zien. Nou gaat tijd van links naar rechts. Dus dit is niet, dus eigenlijk zoals je het zou zien als je hier bent en je kijkt verder weg, dan kijk je terug in de tijd, dan zie je dus ook dat het steeds homogener wordt, omdat die zwaartekracht minder tijd heeft gehad om de structuren te vormen. De afstand hier in deze schaal is weer veel groter dan een sterrenstelsel. Een sterrenstelsel is over 1 pixel. Als we dat vergelijken met de verdeling van het gas, dus de gewone materie, de protonen en de neutronen, dan kunt u zien dat die eigenlijk heel vergelijkbaar is op deze grote schaal. De kleurcodering hier is temperatuur. Wat u nu kunt zien is waar er meer materie is, daar is het veel heter. Dan komt dat het gas daar met grotere snelheid op elkaar botst, de gasstromen, en dus meer bewegingsenergie heeft, en dat veroorzaakt grotere schokken, hogere temperaturen. Maar wat we nou kunnen doen in zo'n simulatie is niet alleen de grote schaalstructuur, we kunnen inzoomen. Het blijkt dat als we alleen dit doen, dus we stoppen er de oerfluctuaties in, donkere materie, gas en licht,
en de natuurwetten, dan worden er spontaan sterrenstelsels gevormd. En die sterrenstelsels, die lijken behoorlijk op de waargenomen sterrenstelsels. En we hebben spiraalvormige sterrenstelsels, van die elliptische stelsels, stelsels met van die stofstromen. En daarvan hebben we er honderdduizenden in zo'n simulatie. Ja. Dus dat was niet eerder gelukt. Dat is een voorbeeld om het perspectief een beetje te nemen. Dus wat ik hier laat zien, een stukje van zo'n simulatie. Dit is weer het kosmische web. De kleurcodering is de temperatuur. Dit laat de verdeling van het gas zien. Dus hier is weer het hete gas. Heet gas. En hier zijn die filamenten. Ik weet niet of je het goed kan zien, maar als je bijvoorbeeld hier kijkt, ziet je zo'n ringetje. En hier ook en daar ook. Allemaal van die kleine ringetjes. Al die ringetjes, wat dat is. Daar binnenin zit in het midden een sterrenstelsel. En die heeft die enorme schokgolven geblazen. Door de energie die uit jonge sterren en zwarte gaten komt. En dat drijft het gas weg van het sterrenstelsel in een soort ring. Dus dat is dat terugkoppelingsproces. Als we nou een stukje pakken en we zoomen in. Pakken weer een stukje, zoomen weer in. En dan laat ik hier de sterren zien. Dan kunt u een indruk krijgen van het dynamisch bereik van de schalen. Dat we zowel kleine dingen als grote dingen tegelijk kunnen bestuderen in zo'n simulatie. Een van de leuke dingen die we dus in zo'n simulatie kunnen zien is de donkere materie zichtbaar maken. En even om te illustreren dat het toch heel anders is dan de gewone materie. Hier is hetzelfde stukje heelal. Dit is een stukje heelal wat lijkt op onze eigen lokale groep van sterrenstelsels. Waar daar de Melkweg en Andromeda domineren. Het is twee spiraalstelsels. Dat kunt u hier zien. Een soort gelijke stelsels. Maar als je hetzelfde stukje heelal kijkt in de donkere materie. Dan zie je dus veel meer structuur. Dus dit is alleen wat we kunnen afleiden uit de zwaartekracht. Kunnen we niet rechtstreeks zien. Er is een grote concentratie rondom die sterrenstelsels. Maar er zijn nog duizenden andere kleine concentraties. Die zo klein zijn dat er geen gas in vastgehouden kan worden. En dat komt omdat het gas niet heel koud is. Het heeft een bepaalde druk. En die druk die weerstaat de drang van de zwaartekracht om het samen te persen. Alleen als de zwaartekracht voldoende groot is, kan het over die druk heen komen. Die gasdruk. Het zijn alleen de grotere concentratie van donkere materie waar sterrenstelsels vormen. Zal ik een filmpje laten zien? Ik zal twee keer laten zien. Eén keer de donkere materie en één keer de gewone materie. En wat we gaan zien is de evolutie. Dus we zien vooruit in de tijd. Gaan we zien hoe in deze Eagle simulatie de structuur ontwikkelt. Niet van de hele simulatie, want het is een beetje te groot om alles te kunnen zien. Maar een stukje wat één sterrenstelsel wordt. En terwijl we vooruit gaan in de tijd, draaien we ook rond. Zodat we het van verschillende kanten kunnen bekijken. Dus in het begin is er nog niet zo heel veel structuur. En hier kunt u al de eerste concentraties zien en die filamenten die zich beginnen te vormen. En door die filamenten stroomt de materie steeds meer naar die grote concentraties. En de verschillende concentraties, die verschillende soort halo's, die botsen ook met elkaar en smelten samen in nog grotere halo's. En de kleurcodering geeft aan hoeveel materie er is, de lokale materiedichtheid. Dus dit is wat we denken dat we om ons heen zouden moeten zien als we donkere materie ogen zouden hebben. Die we dus niet hebben. Ja, dus dit is wat we zullen dadelijk zien, dit wordt ongeveer één sterrenstelsel. Met een paar kleine satellietjes eromheen. Door de zwaartekracht zijn een hele hoop van die halo's in een baan om het centrum van zo'n ding. Dus die gaan daar langzaam heen en weer. Dan gaan we weer uitzoomen. Nog niet naar de hele simulatie, maar om te laten zien dat dit overal dat soort concentraties zijn van donkere materie. Oké, dan begint hij weer opnieuw. Oké, dus nu laat ik hem nog een keer zien. Maar nu kijken we naar de gewone materie. En de kleurcodering is nu weer temperatuur. Dan is er wat minder structuur, omdat de kleinste donkere materieconcentraties te ondiep zijn in hun potentiaal om het gas vast te kunnen houden. En hier is al een sterrenstelsel op dit moment.
En daar komen nog allerlei andere kleine sterrenstelseltjes die vormen. We laten nog niet het sterrenlicht zien, maar het gas tussen de sterren in. En hier ziet u dat hete gas, dat is heet geworden door die botsing. Als het erin stroomt van hier en daar, dan knalt het op elkaar. En waar dat gas dichter bij elkaar komt, daar gaat het ronddraaien. En daar krijg je van die spiralen. Een soort draaikolk van gas. Deze simulatie zijn die galactische winden niet zo goed te zien. Ik zal daar eentje laten zien waar u dat veel beter kan zien. Het ligt er een beetje aan hoe je precies het kleurt. Die terugkoppeling van die schokgolven die naar buiten blazen, dat is heel ijlgas. Dus daar moet je een andere kleurcodering voor gebruiken om dat goed te kunnen zien. Het meeste van dit gas kunnen we ook maar heel moeilijk zien. Omdat het te ijl is. Er zendt weinig licht uit. Oké, gaan we weer terug. Het is een iets groter stuk van het heelal nou. Het is een stuk van het heelal wat uiteindelijk, als het de huidige tijd bereikt, 25 miljoen lichtjaar groot zal zijn ongeveer. En de kleurcodering is weer de temperatuur. En het laat weer de gewone materie zien. En in dit geval ziet u die explosies beter. Omdat nou het exploderende gas de temperatuur heeft die we ongeveer wit kleuren. In het begin zijn er allerlei kleine explosies die wat moeilijker te zien zijn. Die komen voornamelijk door stervorming. En de allergrootste explosies die u ziet, die zitten in de meest massieve sterrenstelsels. En die worden veroorzaakt door de zwarte gaten daar in het midden. Die sterrenstelsels leven van die clusters. We zijn nu, toen het heelal 7 miljard jaar oud was, ongeveer de helft van de huidige leeftijd. Nu gebeurt er iets minder dan in het begin. In het begin was er heel veel actie. Maar je zult wel nog af en toe van die grote explosies zien veroorzaakt door die enorme zwarte gaten. Dus uiteindelijk dit zijn allemaal clusters van sterrenstelsels. Maar daar tussenin, in dit soort structuren, zullen ook heel veel sterrenstelsels zitten. Oké, ik zal nog één filmpje laten zien. Dit is weer de evolutie van hetzelfde stukje heelal. Eerst laat ik de donkere materie zien. We zitten nu nog heel vroeg, toen het heelal nog maar een paar honderd miljoen jaar oud was. Inmiddels is het meer dan een miljard jaar oud. Dit is de donkere materie en nu gaan we dadelijk het gas laten zien. En laten we het gas zien. Nou zoomen we in op één sterrenstelsel, of één sterrenstelsel in vorming. En dit filmpje, en we laten het gas nu zien. En dit filmpje laat mooi zien dat dat toch wel een heel gewelddadige omgeving is. Er zijn continu botsingen tussen sterrenstelsels, vooral in het begin van het heelal, toen het heelal nog vrij klein was en alles dicht op elkaar zat. Nou, dit is het. Laat even zien waar de sterren zijn. De sterplaatjes in deze simulatie zijn niet zo mooi, omdat we ze niet gemaakt hebben zoals een waarnemer ze zou zien. Dus we hebben de kleurcodering niet handig gebruikt om de echte kleur van sterren na te bootsen. Maar hier kunt u mooi zien die schijf van gas die ronddraait, waar dus allerlei sterren in gevormd zullen worden. Inmiddels zijn we bijna aan de huidige tijd aangekomen. Dat is bijna even groot als het nu is. We moeten nog één keer zien dat het echt een schijf is door hem een paar keer rond te draaien. Omdat we daar zo trots op waren, omdat dat in het verleden niet lukte. Toen waren het allemaal bollen. En nu zoomen we weer uit. En dan laten we de donkere materie weer zien. Oké, dat was het en ik beantwoord graag uw vraag. Zal ik de vraag zelf aanwijzen? Ja, bedankt. Ja. Ja. Dus je hebt een idee hoe dat verdeeld is. En dat gaat uit van de zwaartekracht. Allemaal maken we van ijs en dat het wel koelt. Ja. Je hebt ongetwijfeld het idee van de verlichte meegekregen. Ja. Als die zwaartekracht er niet is, zwaartekracht er anders zijn, dan moet je de relatie flink aanpassen, lijkt mij.
Inderdaad, en een van de redenen waarom we die simulaties doen, is om te kijken of dat wel of niet nodig is. We doen ook simulaties overigens met andere vormen van zwaartekracht en met andere vormen van donkere materie. Vanin is niet de enige die, er zijn heel veel mensen die aan alternatieven werken. Ik verwachtte die vraag al. Ik heb dus daarom wel eventjes, ik wil even iets laten zien. Want het is natuurlijk altijd heel belangrijk inderdaad, dat we als we een theorie hebben zoals de zwaartekracht, dat we niet vanuit gaan dat die altijd correct is. Het kan zijn dat er geen donkere materie is, dat er gewoon de zwaartekracht sterker is dan we denken. En die mogelijkheid moeten we openhouden. Maar het is niet voor niets dat we denken dat we het meestal over donkere materie hebben. Er is toch wel behoorlijk veel bewijs voor. En aangezien dit zoveel in de pers is geweest, ik neem aan dat verschillende mensen dat gehoord hebben, wil ik u dat toch even laten zien. Ik zal een aantal stukjes bewijs laten zien. Waarom we denken dat het donkere materie is en niet een verandering van de zwaartekracht. Nou, dit is één stukje bewijs. Wat we hier zien zijn twee van die clusters van sterrenstelsels die op elkaar botsen. Want die smelten ook samen tot nog grotere clusters van sterrenstelsels. Dus de plaatjes, dat zijn allemaal de sterrenstelsels, dat witachtige gelige. Het rode, dat is röntgenstraling van gas. En dat is het gas wat binnen die clusters van sterrenstelsels zit. Dus wat krijgen we nou? We hebben twee clusters van sterrenstelsels, die hebben gas en sterrenstelsels, die botsen op elkaar. Het gas, dat botst, alle atomen botsen op andere atomen, want die hebben druk. Twee gasstromen kunnen niet door elkaar heen bewegen. Dan krijg je een enorme explosie, dat is het voornamelijk hier in een van die grote schokgolven, of het heel heet. Maar die sterrenstelsels, die kunnen gewoon door elkaar heen vliegen. Die gaan eigenlijk zo, is het clusters, een beetje, tot ze steeds minder gaan. En wat u nou ziet hier, is dat die sterrenstelsels zijn verder doorgeschoten dan het gas. En dat kunnen we ook zien. We kunnen ook zien waar de zwaartekracht zit. Want wat we kunnen nou doen, is we kunnen de materie gebruiken als een lens. Einstein heeft voorspeld dat als we hier een grote hoeveelheid materie hebben, wij kijken hier, dan wordt het licht afgebogen door die materie als een lens. Dus de sterrenstelsels die erachter zijn, die zijn een beetje vervormd daardoor. En die vervorming kunnen we waarnemen en daaruit kunnen we reconstrueren waar de massa zit. Nou blijkt de massa precies te zitten waar de sterrenstelsels te zijn. Dat is het blauw. Blauw is niet licht, dat is waar we uit lensing weten waar de massa zit. En die massa, die denken we dat die donkere materie is. En die beweegt door elkaar heen, net als de sterrenstelsels. Terwijl het gas daar niet zit. Dus we zien dat het gas zit niet waar de massa zit. Nou, als de zwaartekracht verkeerd zou zijn, dan zouden we dit verschil niet verwachten. En dat zien we niet in één object, dat zien we in heel veel objecten. Ander stukje bewijs. Dit is de kosmische achtergrondstraling. Die babyfoto van toen het heelal nog maar 300.000 jaar oud was. Wat dit is, wat dit laat zien, is deze as hier is proportioneel aan de fluctuaties in de temperatuur die we zien. En deze as is het verschil in hoek. Als we hier kijken, dan kijken we hier op plekken die heel ver uit elkaar zijn. Hier aan de andere kant zijn ze vlak bij elkaar. Dus wat u kunt zien is dat die verschillen in temperatuur, die pieken over hier, en dat komt ongeveer met een paar graden verschil overheen. Dus een hoek van een paar graden, en dan worden ze weer kleiner. Nou, die curve die u ziet, dat is een voorspelling van een model. Het model met donkere materie. En de punten, dat zijn waarnemingen van de Planck-satelliet. En hier zijn de fouten, dat zijn die balkjes, dat zijn de fouten, de onzekerheid, die zijn kleiner dan de punten. Dus die zien we niet. Nou, het verschil van deze piekhoogte tot die piekhoogte, dat vertelt ons over de hoeveelheid donkere materie vergeleken bij baryonische materie, de gewone materie. In een alternatieve theorie van de zwaartekracht, zoals die van Verlinde, krijg je dit patroon helemaal niet. Dus er is overweldigend bewijs dat het niet zoiets is als een verandering van de zwaartekracht op die manier. En ik kan er zo'n hele lezing kunnen geven voor alle andere stukjes bewijs. Dus het komt niet uit niks. Maar we moeten wel belangrijk dat we een open mind houden. Want het kan natuurlijk goed zijn dat de theorie van Einstein niet helemaal klopt. Maar het is toch niet voor niks. Goede vraag. Ja. Ja. Ja, dus de reden waarom in die simulaties het elkaar volgt, is omdat er veel donkere materie is. Dus die domineert de zwaartekracht. En de gewone materie die valt in die plekken waar de zwaartekracht erg sterk is. En die gedomineerd worden door de donkere materie. Nou, wat die donkere materie is, als die inderdaad bestaat,
Dat weten we dus niet. Er zijn wel allerlei kandidaten die uit de deeltjesfysica komen, dus kleine deeltjes. Dan moet je denken aan subatomaire deeltjes, maar het is niet binnen een atoom, want atomen zijn gewone materie. En daar zijn we naar op zoek. Allerlei experimenten zijn er gaande, diep onder de zee, diep in mijnen, om een aantal van die deeltjes te detecteren. We denken dat de meeste, dat die gewoon dwars door de aarde vliegen. Maar af en toe is er waarschijnlijk eentje die toch wel iets, een interactie heeft met de gewone materie en dan een signaal afgeeft. Maar die zijn erg zwak waarschijnlijk. Dus, maar wat het dus is, weten we eigenlijk niet. De relatie is goed door de zwaartekracht. Ja. 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 Zo ongeveer 5 keer zoveel donkere materie als gewone materie. Dat ratio, dat meten we dus uit deze soort waarneming. Dat is niet iets wat we direct kunnen voorspellen. Ja, die donkere materie, we weten niet waar die uit bestaat. Welke eigenschappen kunt u dan instoppen, bijvoorbeeld? Of het koelt, of juist niet kan koelen? Welke eigenschappen zit erin, of heeft het modelleren daarop inzicht op gegeven, wat die eigenschappen zouden moeten zijn? Ja, dat is inderdaad een heel belangrijk punt. We proberen met dit soort simulaties te bekijken wat die eigenschappen zouden kunnen zijn. En dan kunnen we de deeltjesfysica weer kijken, zijn er deeltjes die daaraan voldoen. En de twee dingen waar we mee kunnen spelen, zijn één is of ze met elkaar reageren op een manier anders dan de zwaartekracht. Als er toch een kleine interactie is dat ze af en toe wat licht uitzenden bijvoorbeeld, dan kunnen ze toch een beetje afkoelen. Dus dat proberen we te kijken van wat zijn nou de grenzen die we daarop kunnen stellen. Hoe klein moet die wisselwerking zijn? En het andere belangrijke parameter is hoe die donkere materie geboren is in het vroege heelal. Is het geboren heel koud? Dat het bijna niet bewoog? Of is het heet geboren dat het alle kanten op bewoog? Want als het heet beweegt, dan is het heel moeilijk om het weer samen te persen. Want zeker omdat het niet kan afkoelen. Dus dan krijg je minder kleine structuren. En wat we bijvoorbeeld doen is, we kijken in sterrenstelsels, en dan in simulaties en in de waarnemingen, en dan kijken we, proberen de dichtheidsprofielen precies in die sterrenstelsels na te bootsen. En als het bijvoorbeeld vrij heet is, dan krijg je dat de binnenkanten van sterrenstelsels wat minder geconcentreerd zijn. En dan krijg je ook dat de kleinste sterrenstelsels wat groter zijn. Dus dat soort verschillen, daar zijn we naar op zoek. Ja, die Eagle-simulaties, neem aan dat het ontzettend veel rekenkracht kost. Dus ik vroeg me af hoe daarmee om wordt gegaan. Is het zo dat er één keer een hele grote simulatie wordt gedaan en daarmee met de resultaten dat daarnaar gekeken wordt? Of wordt er steeds een klein stukje gesimuleerd? Of simuleren we steeds maar met bepaalde parameters? Ja, al dat soort dingen, ja. Dus we doen niet zomaar één keer een simulatie, want dan lukt het niet. Dus we moeten testen. En we testen dan met veel kleinere volumes, of zelfs één sterrenstelsel. Allerlei soorten testen. Testen om te kijken of de code überhaupt stabiel is, of die het wel aan kan. En dan moeten de code vaak veranderen, dus dat gaat niet over de natuurkunde, maar meer over de informatica kant. En aan de andere kant is het ook de fysica, want als je zomaar wat doet, dan lijkt het niet op de waarneming. Nou, daar kun je wat van leren, maar je kan nog meer leren als je ook één model hebt dat wel op de waarneming lijkt. Dus wat we dan doen is, we doen de fysische processen die we niet goed begrijpen, dus die terugkoppeling van die gasstromen bijvoorbeeld, daar moeten we wat aannames maken en die aannames variëren we. En dat doen we verschillende tests, totdat we iets hebben denken, dat is de moeite waard. En dan gaan we naar een grote supercomputer en dan draaien we het. Ja. We hebben nog tijd voor één vraag, denk ik. Ook weer die donkere materie. Als er een interactie is, dan moet het betekenen dat het heelal van stroom ook zo geweest zijn. En dat zou leiden tot een hogere temperatuur. En dat zou je moeten terugvinden in de achtergrond staan. Dat zou kunnen, ja. Het ligt eraan. Dus als we terugkijken in de tijd, dan was het heelal veel dichter. Maar de deeltjes veel dichter bij elkaar, ook de donkere materiedeeltjes, botsen ze vaker met elkaar. En dus stel dat de kans maar heel klein is dat ze met elkaar wisselwerken op een andere manier dan de zwaartekracht. Als er zoveel botsingen zijn, dan wordt dat ook vanzelf uiteindelijk belangrijk. En dan kan het zijn zelfs dat de donkere materiedeeltjes er toen niet waren, dat ze ontstaan zijn uit wisselwerkingen van nog andere deeltjes. Als dat gebeurd is voordat die achtergrondstraling uitgezonden wordt, dan heeft het niet direct invloed, wel indirect. Als het daarna gebeurt, dan kan het eventueel die achtergrondstraling veranderen. Dat ligt er een beetje aan precies wat die wisselwerking is en hoe sterk die was. En daar kunnen we dus grenzen op stellen door. Ja, ik bedoel het dus andersom. Want anders hadden we nu al aan die achtergrondstraling hebben moeten zien dat ergens de berekening niet klopt.
Dus daaruit concluderen, dat was er niet. Dat er geen donkere materie was? Nee, de modellen die we hebben nu voor de achtergrondstraling, die nemen de donkere materie mee. Met de eigenschappen die consistent zijn met de kandidaat voor donkere materie deeltjes uit de deeltjesfysica. En dat werkt prima met de kosmische achtergrondstraling. Maar als je de eigenschappen heel erg verandert, zodat ze bijvoorbeeld elkaar gaan annihileren op het moment ongeveer dat die achtergrondstraling tevoorschijn kwam, dat er heel veel energie daardoor ingepompt werd, dat zou niet kunnen. Dan zou het niet meer werken. Maar toen het ontdekt werd, is men volgens mij heel weinig tot niks van donkere materie af. Ja, maar de achtergrondstraling zelf geeft ons al aan dat we eigenlijk donkere materie nodig hebben. Omdat die fluctuaties zijn heel klein, 1 op de 100.000. En die achtergrondstraling die komt uit een tijd toen het heelal 1000 keer kleiner was dan nu. Nou, als de fluctuaties heel klein zijn, dan kunnen we zelfs de evolutie met pen en papier berekenen. Dat is vrij eenvoudig, kleine fluctuaties. En nou blijken ze op dat moment te groeien net zo snel als dat heelal groter wordt. Nu is het heelal 1000 keer groter, dus nu zouden ze 1000 keer zo sterk moeten zijn. En zouden ze van 1 op de 100.000 naar 1 op de 100 gaan. Dat betekent dat het heelal nu nog bijna homogeen zou moeten zijn. Dat is het niet. En de oplossing daarvan is de donkere materie. Want die achtergrondstralingfluctuatie, dat was de gewone materie. Want we denken dat de donkere materie ondertussen al veel grotere fluctuaties had. Ja. Een beetje ingewikkeld antwoord, maar ja. Oké, dankjewel voor het presentatie.